Hoe is het mee? Het is hier heel erg goed. Het is hier super gezellig. Heb je het niet koud zo zonder jas? Nee, als je heel erg veel gaat dansen, dan is het een stuk leuker. Dus jij bent een soort danspiet? Ik ben een soort van danspiet, ja. En ik krijg super veel tekeningen van de kinderen. En super leuk. Ik ga die allemaal ophangen in het Grote Pietenhuis. Die ga ik allemaal ophangen in het Grote Pietenhuis, ja. Nou, dat vind ik een heel verstandig idee. Zo, en boven mijn bed. Super gezellig. Zal ik naar Renatje? Wat fijn dat u weer in Nederland bent. Ja, en vooral in Veldhoven, hè, want daar heb ik toch een heel klein beetje mijn hart aan verpand in Veldhoven. En ik vind het jammer dat onze burgemeester er op het ogenblik niet meer bij is, maar die staat in Den Bosch, waar ik ook nog heen ga. En ja, Veldhoven, maar het mooiste van Veldhoven is toch wel die schitterende hoeveelheid van kleine kinderen en ouders die toch weer ieder jaar naar ons komen kijken en ons heel hartelijk verwelkomen. Ja. Nou, heeft u de pepernoot zelf bedacht? Heeft u de pepernoot? Nee, ik ben eigenlijk op het idee gebracht door mijn paard. Americo. Ja, ik was eens aan het rijden met Americo en zag ik achterom en toen had hij het een en ander op straat gelegd. Ik denk, hé, als we die nou eens een kleinere uitvoering hadden, handzaam, dezelfde kleuren wel, hè, uiteraard. En voor strooigoed, kijk, want appels gaan strooien en mandarijnen, ja, daar krijg je blauwe ogen van en zo. Hè. Dus ik was op zoek gegaan naar iets kleiners en Americo heeft mij op een schitterend idee gebracht. Ja. De pepernoot. De pepernoot, ja. Ja, heel erg goed. En dat rijmt ook op verschillende woorden, hè. De stoomboot, ja. En pepernoot. Kijk, de stoomboot, ja. Ja, de stoomboot. Was u dit heel erg bang tijdens de storm? Ik heb me goed vastgehouden en ik had ook een pilletje gehad voor de extra zeeziekte. Kijk, ik ben natuurlijk wel bestand tegen normale zeeziektes, maar dit was wel een zeer bijzondere storm, ja. U zult ongetwijfeld ook gehoord hebben dat er diverse pakjes overboord. Ja, is de mijne ook overboord gevallen of weet u dat niet? Van Elias, volgens mij zonk die als een baksteen.
Nou, dat zou een heel zwaar cadeautje zijn geweest. Dat is ook een heel zwaar cadeau was dat geweest. Speciaal voor jou uitgezocht. Helaas zul je dat dit jaar moeten missen, Elias. Nou, dat is heel erg jammer. Ja, is heel erg jammer. Ja, ik doe mijn uiterste best natuurlijk. Ja, dat snap ik. Een groepje duikers erop afgestuurd om daar eventueel nog te gaan zoeken. Maar ja, ik weet niet of dat ik het nog haal. Maar we hebben nog 3 weken de tijd nog. Dus, drie weken de tijd moet lukken. We doen ons best. We doen ons best. Hè? Hallo. Sinterklaas, hier zo. Sinterklaas, komt u maar? Ja, ik kom maar aan. Waar is mijn Piet? Hier, mijn Piet, die houdt nog rust. Heel veel tekeningen. Dan gaan we eens kijken. Daar vindt bij de City Passage. En heel veel papa's en mama's en opa's en oma's. Geweldig, hoe heeft je het voor elkaar gekregen? Dat is hier al jaren, hè? Het is elk jaar hetzelfde en zelfs nou het zo hard regent zijn er toch nog zoveel kinderen die Ik vind het heel ongelooflijk knap en het is ook één groot. Pieter, jullie zijn er ook klaar voor om mee te dansen? Ja. Draai je maar. Is niet automatisch een feest. Het uit kunnen spreken van dromen en wensen verpest ze. Je kunt er ellende mee krijgen. De sprekende mens is een beest. En wie heeft jou zo mooi verschreven? Wat knap van mama, zeg. En jij had ook een tekening. Ik zie hier. En jij had ook. Kijk eens, zo mooi. En binnen de lijntjes. En prachtige kleuren. Ja. En gaan jullie dan heel lekker lang uitslapen? Mooi. Ja, misschien wel, maar niemand hoort. Nee, daar hoort niet. En we zingen en we springen en...